welkom bij No Limits 3. We gaan beginnen met de eerste achtbaan en dus de quad run. Ik druk op OK. Zo, we zitten in de quad run en we krijgen meteen wat foutmeldingen. Ik ga het eens wegdoen en we zullen wel zien wat de fouten zijn. We zitten in een mooi parkje en we horen ook een mooie muziek. Er zit wat FBS op, dus dat wil zeggen dat het waarschijnlijk een groot parkje is. Allee, waarschijnlijk. Je ziet het al dat het een groot park is. Maar in ieder geval, we gaan naar deze groene achtbaan, want daar draait het natuurlijk om achtbaantjes. En in deze aflevering zal het waarschijnlijk, in deze map gaat het waarschijnlijk over deze groene achtbaan gaan. Of waarschijnlijk als we nog een andere achtbaan hebben, gaan we die ook natuurlijk doen, hè. We hebben hier een soort van, winkeltje. En hier kun je allemaal drinken kopen. Ik zie hier allemaal fruitsapjes staan, ik zie hier watertjes staan. Je kunt hier allemaal lekkere verfrissende drankjes kopen. Je moet nog denken dat deze achtbaan in een warm land staat en dat je af en toe eens een verfrissend drankje nodig hebt. We gaan hier op zoek gaan naar de ingang. Is hier de ingang, hier kan je dus de fotootjes bekijken. In de achtbaan heeft er al iemand een fotootje genomen. Ja, zoals je ziet zijn er al enkele fotootjes genomen. Maar er staat wel niemand aan de kassa om het te verkopen. Ik ben op zoek naar de ingang en ik zie hier al dat de aardjes stil komen te staan. En volgens mij is daar de ingang. Is dit een ingang? Ja, dit is de ingang. Maar we gaan natuurlijk via de fast track. Dan moeten we minder lang aanschuiven. Altijd leuk dat je minder lang moet aanschuiven. Anders moet je al die rijtjes doen. Nu kunnen we gewoon zo doorgaan naar hier. Dan ga je naar hier. Hop. En dan kijk je hier. Oh, moet toch nog naar daar gaan. En toch niet. Wacht. Ik snap het niet. En waarschijnlijk. Wacht. Moeten wij nu teruggaan? Of moeten wij. Wacht, we gaan even kijken wat erachter is. Hè. Misschien moeten wij teruggaan of misschien niet. Hè. Ah ja, hier is de achtbaan. Oké. Dacht eventjes dat we terug moesten gaan. Maar hier hebben we de achtbaan. En volgens mij gaan we hier vertrekken. Ja, oké. Die vertrekt net. Spijtig. Maar dan wachten we eventjes tot de volgende priest. Tot interview. We wachten eventjes. We drukken eventjes op F2. En het is een gustomaantje. Dat wil zeggen dat we geen snelheid kunnen zien. Maar we enkel het enkel vooruit kunnen spoelen. We gaan in de extended right view zitten. Dat is een gustomaantje is natuurlijk. En we wachten tot wanneer we vertrekken. Dus ik doe eventjes speed maal 4, zodat we rapper kunnen vertrekken. En van zodra de beugels los zijn en dicht, en zodra er iemand op deze knop heeft gedrukt, kunnen we vertrekken met zo'n snelheid die ik niet weet, want het is een custombaantje, dus we zien het niet. Wel een fantastische omgeving ook. Voor hier gelanceerd, mooi is dit. Kijk eens, hier gaan we door wat bochten, mooi gedaan. Hier gaan we zo wat slingeren. Leuke bochtjes. Een beetje een slingerbochtje idee. Hoppa. En hier gaan we ook wat slingeren. Ik denk niet dat we over kop gaan. Of misschien krijgen we toch nog een verrassing. Ja, we worden zelf nog eens gelanceerd. Volgens mij worden we in deze lancering ietsje harder gelanceerd. Krijgen we nog een bochtje. Gaan we over het dak zo'n beetje. Krijgen we nog een bochtje. En dan gaan we hier door een helix. Mooi. Krijgen we hier zo'n beetje airtime. Hoppa. Dat is een prachtige omgeving gaan we. Mooi gedaan met deze achtbaan die gebouwd. Heel mooi. En dan komen we aan bij de remmen. Bob, dit was het eerste baantje. Een heel mooi park en ook een heel mooi baantje. Ik zou zeggen, op naar de volgende. En dat is de Toradan. Ik druk op oké. Oké, we zitten meteen weer in de achtbaan. Achtbaan in het parkje. En we krijgen weer wat foutmeldingjes. Dus we doen dat eventjes weg. En we kijken eens rond en we zitten in een soort van kasteelomgeving. Een mooie omgeving, wel heel mooi gedaan. We gaan eens wandelen en we gaan eens kijken wat dit parkje ons nog meer te bieden heeft. Een fantastische omgeving, fantastische bomen, fantastisch groen eigenlijk. Fantastische kasteelomgeving en dan zien we daar de Toradan. Dan gaan we hier zo onder. Kijk eens hier. Misschien is dit wel een baantje van Timo Ko weer, wie weet. Wie weet, want die maakt natuurlijk prachtige baantjes zoals we weten. En dat zou wel eens best kunnen dat dit een achtbaantje van hem is.
Maar ja, ik weet het niet, want ik download gewoon uit de Steam Workshop en ik kijk niet wie het erop heeft gezet. Ik download gewoon wat. Maar in ieder geval, hier hebben we een ingang geloof ik en daar hebben we iets. Ik ga naar daar, want daar staat Toradon op en daar niks. Dus we gaan een keer langs hier. Hoor ook fantastische muziek. En dan volgens de dingen hier moeten wij hier 75 minuten wachten volgens het bordje. Dus dat is een poosje, maar wij lopen goed door en er staat niemand in de wachtrij. Dus kijk eens hier, we zijn al opgeschoven, we zijn al 15 minuten opgeschoven. Oh, oké. Waar zitten wij hier? Hoppa, verkeerde knopje. Oké, dan ga ik natuurlijk de ingang zoeken. Waar is de ingang? Volgens mij is de ingang in een van die gebouwen. Weet je wat? Ik zet me hier neer en we gaan weer eens de... Boing. De wachtrij aflopen. Dat zal het profijt makkelijkste zijn, denk ik. En ik zorg ervoor dat ik deze keer nu niet op een verkeerd knopje druk. Want ja, dat is wel zo'n verkeerd knopje druk. Kom je ergens waar je niet wil komen. Oh, in ieder geval hier 60 minuten. Hier 45 minuten. En dan gaat waarschijnlijk een bordje staan met 30 minuten. Ja, kijk eens hier. Allemaal mooi gedaan. Heel mooi gedaan. 30 minuten. We krijgen een trap of zoiets. Ja, we krijgen een trap. En dan gaan we hier langs de... Wow, dit is echt heel mooi gedaan. We hebben vandaag echt enkel alleen maar mooie projecten zoals ik kan zien. Gaan we hier door een gang weer. Gaan we hier weer door een soort van eetkamer. En daar staat het karretje al klaar. Ik ga natuurlijk ook mij van voren zetten. Voilà. En volgens mij is het weer een gustombaantje. Even kijken, hè. F2. Nee, het is geen custombaantje. De Toradon. De Toradon, ik ben eens benieuwd. We vertrekken hier met zo'n 5 km per uur. En dan gaan we hier al naar beneden. En in één keer komen al die objecten tevoorschijn. Nou, dat komt omdat, ja, dat is bij de instellingen. Worden we hier opgetakeld. Ik hoor hier tikken, 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 tikken. Ik zie hier zwart. Dus hier krijgen we special effect, wie weet. De Toradon. We gaan hier loodrecht naar boven. En waarschijnlijk gaan we waarschijnlijk ook weer loodrecht naar beneden gaan. Ik zei het twee keer. Moest waarschijnlijk loodrecht zijn. Maar ik zeg het waarschijnlijk, waarschijnlijk. Oké, we worden hier opgetakeld. 6 km per uur. Niet zo erg heel snel. Maar er is een beetje de spanning in te houden, denk ik. En wat gebeurt er nu? Ik zie echt niks. Gingen we loodrecht naar beneden? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, hier gaan we over de kop. Hier gaan we nog iets over de kop. Mooi gedaan. Heel mooi. Beetje airtime hier. Gaan we, ja, onder een bruggetje door. Krijgen we, ja, een beetje een paar bochtjes. Dan gaan we hier nog een keer over de kop. Mooi langs die kasteelomgeving. Heel mooi gedaan. Heel mooi. Krijgen we hier een beetje remmen. Gaan we hier weer naar beneden. Mooi. Beetje airtime hier. Gaan we zo langs die rotsen. Mooi, mooi gedaan. Gaan we nog eens zo. Heel mooi. Mooi, mooi. Heel mooi, mooi. Alles is mooi in deze baan. Mooi, mooi. Oké, we gaan hier door bochten. En volgens mij worden wij gelanceerd. We hadden een optakeling en een lancering. Dat zie je niet zo vaak. We gaan langs geisers. Heel mooi gedaan. Mooie bochten. Gaan we nog een keer over de kop. Ik weet niet hoe het heet. Ik denk dat dat een kurkentrekker heet. Gaan we langs dat water. Misschien nog een fonteintje en alles is. Alles is echt perfect. En dan komen we hier aan in de prachtige kastelen. Echt waar. Dit is een fantastisch baantje. De Toradon. Een heel leuk baantje. Ik zou zeggen, op naar het volgende. Volgende baantje. En het volgende baantje, dat is, we gaan even kijken. Dit is de Hund. Het is een small park, zeggen ze. En er zijn 3 flat rides. En ja, de rest zullen we wel zien, hè. Druk op oké. Oké, we zitten meteen al in de achtbaan. Het is een rode achtbaan in een fantastische groene omgeving. En we gaan hier naar beneden met zo'n 27 km per uur. En dan gaan we naar de optakeling. En volgens mij is het zo'n gigacoaster met veel airtime. Zo ziet het er toch naar uit. En er stond bijna dat er flat rides waren. Maar ik zie geen flat rides, zo is het. Oké, we worden hier opgetakeld met 20 km per uur. Dat is een
Ja, en toch wel een stevige snelheid. Dan moet ik maar zeggen, als je rekent, als je fietst, ga je 15 km per uur. Dus dat is 5 km sneller dan als je fietst. Maar hier gaan we naar beneden, door de tunnel. Wow, we krijgen wat rookeffecten. We gaan weer een keer over de kop. En waarschijnlijk gaan we nu naar de andere kant. Dan gaan we zo airtimend naar het stationnetje. Kijk, airtime. En dan gaan we. Oh, nu gaan we zelf nog een keer over de kop. Dus het is niet zoals ik dacht dat we airtime naar het station gingen. En langs de linkerkant zag ik al een booster. Dus dat is waarschijnlijk een eerste flat ride. We krijgen hier wat bochtjes langs het meer. Een mooie grote bocht. Dat is heel goed gedaan in de hunt. Mooi gedaan. Krijgen we hier nog een keer een. Ja, we gingen bijna over de kop, maar we gingen net niet over de kop. Krijgen we wat airtime. Gaan we hier zo langs het station. Mooi gedaan, heel mooi. Langs de bocht, mooi. Mooie bochten, heel mooi gedaan. Lange en grote bochten, dat je voor de G-kracht niet in het rood zet. Heel mooi gedaan. Een mooi achtbaantje, de Hunt. Ik zou zeggen, op naar de volgende baan. En kijk, hier zien we ook alweer een flat ride. Maar we doen het natuurlijk om de achtbaantjes en niet om de flat ride'tjes. En we gaan naar de Woodan. En volgens mij hebben we de Woodan al gedaan. Maar we kunnen een keer kijken. En we geven ook meerdere mensen de naam Woodan aan een achtbaantje. Dat is allemaal mogelijk. We zullen eens kijken. Oké, we zitten in de Woodan. En volgens mij hebben we deze achtbaan nog niet gedaan. Of misschien wel, want er staat 2 op. Dus ja, fijn. Als we deze achtbaan al gedaan hebben, dan doen we hem gewoon nog een keer. Omdat het gewoon een zo leuk spel is. Oké. Maar ik denk het wel. Of ja, we zullen wel zien. In ieder geval, ja, we zullen wel zien. Met de slotverrekening hebben we nu enkel een optakeling. Ik heb niet gekeken wat er achter is. We zaten meteen ook in de achtbaan. Ja, dus we zullen zien. We zullen zien. Hier krijgen we wat airtime. Volgens mij hebben we deze achtbaan niet gedaan. Want volgens mij hebben we een keer een Woodham achtbaantje gedaan met waar veel omgeving was. In ieder geval, hier gaan we naar beneden met 93 km per uur. Met zo'n beetje airtime. Mooie constructie, heel mooi gedaan, dat houdt echt fantastisch. We hebben een beetje blokbreaks waarschijnlijk, omdat we ietsje te snel gingen en dat we anders zo die bochten zouden scheuren en dat is natuurlijk niet goed. En nu krijgen we ook wat vaart, 34, 35 km per uur. We gaan zelf nog naar beneden, 47 km per uur door een helix. Nu krijgen we nog iets, 73 km per uur door wat airtime, mooi gedaan. En dan ga je nog een bochtje. Kijk eens hier. Kijk, dan gaan we door een mooie bocht. Mooi gedaan. En hier weer wat airtime. Hoppa. En nog een keer. En nog een keer. En dan gaan we ons klaarmaken voor de laatste bocht. En dan is ook het einde van dit baantje. Zoals ik zag. Of misschien komt er nog een verrassing. Je weet maar nooit. Bon, de boe dan. Een... Is dat het einde? Ja, dat is het einde. De Woodan, een leuk baantje. En ik denk het niet gedaan. Nog niet gedaan. Maar we zullen een keer kijken naar de volgende baan. De Fire. De full version. Ik ben eens benieuwd. Oké, we zitten in een soort van pretpark weer. En weer in een kasteelomgeving. Het wordt vandaag een kasteelaflevering. We zitten ook midden in een stadsmuur zoals je kunt zien. Misschien de Mexicaanse muur van Donald Trump, wie weet dat we daarin zitten. Maar bon, ik zal een keer kijken wat ons park te bieden heeft. We gaan naar voor. We gaan een beetje sneller wandelen natuurlijk. In de Fire of the Fair. Mooie glasraampjes. Bon, maar we gaan een keer kijken. Hè. Komen we in hier een soort van pleintje onder de achtbaan. Dat is heel mooi gedaan. En als de achtbaan hier voorbij komt, dan kunnen we dat mooi zien. Maar ik zie geen achtbaan voorbij komen. Maar volgens mij is dat de wachtrij waar we nu in wandelen. Maar ik heb geen bord gezien van welkom in de achtbaan. In ieder geval hier is het al heel donker. Ik hoor ook spannende muziek. Misschien krijgen we een schrik-effect. Want dan raak ik van mijn stoel vallen. Dus als ik zo'n schrik-effect krijg. In ieder geval, ik zie niet veel. Ah, oké, we moeten naar hier. Ik dacht even van... Of nee, oh. Komen we niet van hier? Komen we niet van hier? Goeie vraag. Goeie vraag, komen we niet vandaar? Volgens mij zijn we terug aan het gaan. Volgens mij, ja oké, dus we zijn terug aan het gaan. We moeten die kant op, zoals ik al zei. En ja, het pad proberen te volgen. Hè. Dus dan gaan we zo, rustig op het gemakje.
En naar hier. Ja, oké, dat is goed. En dan weer zo, want anders zijn we weer weg, hè. En dat willen we natuurlijk niet, hè. Dan gaan we naar hier. Hoppa. En dan een beetje snelheid maken. En dan gaan we zo. En dan, oké, goed. En dan komen we hier uit. Zo zal het zijn. Ja, zo is het. Ja, zo is het waarschijnlijk. En ook in die donkere kasteelmuren, dat is heel realistisch gedaan. Komen we hier langs de trap. En dat is waarschijnlijk ook de trap voor de achtbaan. En het is een soort van dive coaster. We drukken op 1. En dan wachten we tot deze dive coaster vertrekt. Ben eens benieuwd wat deze achtbaan ons te bieden heeft. We drukken op speed maal 4. Zodat we kunnen vertrekken. Maar ja, toch wel sneller kunnen vertrekken. Oké, en daar gaan we met zo'n 12 km per uur gaan we in die ja, mooie bochten. En gaan we worden opgetakeld. Ik dacht even, dan krijgen we nog een stationnetje. Nee, we worden gewoon opgetakeld. En hier worden we opgetakeld in die kasteelmuur. Heel mooi gedaan. Echt waar, heel mooi. Maar wacht eventjes. Kijk eens hier. Heeft zo echt zo'n hoogte. Hè? Zo echt van, we gaan nu heel hoog lijkt dat, hè. Maar op zich gaat dat meevallen, maar omdat dat in die kasteelmuur is gemaakt, lijkt het alsof we heel hoog gaan gaan. En ook die spannende muziek, die maakt het helemaal. En de fire, in de... Is het eigenlijk fire? V-I-A. Fire. Of fair. In ieder geval een leuk baantje. De naam doet er niet toe als dat maar leuk is, hè. Je kunt er een fantastische naam verzinnen, maar de achtbaan kan ook fantastisch kloten zijn als je dat doet. Maar hier gaan we naar beneden in een dive. Nou, dat is echt wel een dive coastertje. Kijk eens hier. Onder hetgeen wat we daar juist zijn doorgelopen. En dat we nog keer terug zijn gekomen omdat ik verkeerd was. Dat ik dacht van, hebben we dat al een keer gezien? Dus we zijn nog keer teruggelopen. Gaan we hier een paar keer over de kop. Heel mooi gedaan. En dan krijgen we nog een lancering ofzo. Wat is dat? Oh, oké, goed, het is al gedaan. Ik dacht eerst van, krijgen we nog een lancering, maar het is al gedaan. Oké, de fire, een kort baantje, maar dive coasters zijn meestal niet zo lang, hè. Bon, maar mensen, ik ga deze aflevering afsluiten. Heb je genoten van deze aflevering? Doe dat blauwe duimpje dan zeker omhoog. En dan zie ik jullie volgende week weer terug bij een nieuwe No Limits 2 aflevering. Tot dan, daag.